Op de brakken vertellen de kinderen wat ze gedaan hebben in het weekend. En Ster, wat heb jij in het weekend gedaan? Ik ben ook nog met mijn vader en mijn broertje en zusje naar het zwembad geweest. Joep, wat heb jij dit weekend gedaan? Ik zat op de computer, toen kwam mijn vader en die sloeg me weer. Toen heb ik dit blauwe oog aan overgehouden en ik ben ook nog van de trap afgevallen en daardoor heb ik dit bloed hier. En het blijkt dat hij niet de enige is. Nou, mijn vader heeft me net zoals gisteren ook geslagen en daar had ik deze ook geloof ik van. Maar mijn vader heeft ook net een nieuwe ring gekocht of zo van zijn salaris. En toen kwam hij recht hier zo en dat deed echt pijn. Ja, dat had ik ook. Mijn vader die sloeg mij hier heel hard en daardoor had ik bloed en toen werd ik bewusteloos geslagen. Maar het was eigenlijk wel fijn, want dan voel je de pijn niet. En jij, wat heb je dan gedaan? Au. Ja, mijn schouder is uitgekomen, want mijn moeder had me van de trap afgeduwd. Dat is toch helemaal niet normaal? Jawel hoor, dat is gewoon heel normaal bij mij en volgens mij bij ons. Ja, dat is toch normaal. De meester en stagiaire zijn stom verbaasd. Ja, dit moet ik echt tegen de anderen en tegen de directeur of zo gaan zeggen. Jongens, doe maar wat voor jezelf. Wij gaan er even naar beneden. In de lerarenkamer staan ze nog na te trillen van wat ze hebben gehoord. Wat er aan de hand is, niet helemaal wit. Het is te erg, vertel jij het maar. Er zijn er gewoon een groepje kinderen dat ze thuis gewoon worden geslagen. Weet je de namen ervan? Het gaat om Bob, Siebe, Marleen, zeg jij maar. En volgens mij nog Joep. Maar het ergste is dat de kinderen het gewoon helemaal normaal vonden dat ze geslagen worden. Ja, maar wat moeten we eraan doen, directeur? Nou, ik denk dat we de ouders gewoon uit moeten nodigen om even een gesprek te hebben met hun. Het is ook verboden om kinderen te slaan, dus dan zorg ik wel voor 2 politie. De directeur en het team gingen gelijk actie ondernemen. Een paar dagen later zijn de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school. Hey, jongen. Ben je ook uitgenodigd? Ja, ik snap er niks van. Moeten jullie ook op bespreking komen? Ja, gezeik met de kinderen. Ja, als er nou weer iets is met onze kinderen, dan weet ik wel hun te vinden. Juist, dan zal ik ze ook eens even een pak rammel geven. Ja, of opsluiten een week in de schuur. Nou, niet één nou dag. Zullen we maar even kijken wat die knak te zeggen heeft? Ja, dat is goed. We gaan naar binnen. Doen we. Ik vond dat we hier moeten zitten hoor. Hebben ze nou nog eens de politie uitgenodigd? Nou, zo heel wat. Het is steeds gekker. Komen jullie maar even met mij mee. Voor de gesprek waren veel deskundigen uitgenodigd en de kinderen zelf. Wat heb je nou weer gedaan? Hallo ouders, we hebben jullie hier naartoe gehaald omdat we vreselijke dingen hebben gehoord. Wat hebben ze nou weer gedaan? Jullie kinderen hebben niks gedaan. Jullie zijn het. Jullie slaan je eigen kinderen. Dat is totaal verboden. Verboden? Wij werden vroeger ook altijd geslagen door onze papa en mama. Ja, en we zijn er alleen maar beter op geworden. Ja, maar als je je kinderen slaat, is dat ontzettend schadelijk voor de hersenen. Want de cortex van de hersenen kunnen daardoor beschadigd worden. Daarnaast veroorzaakt het slaan van kinderen ook heel veel stress. En dat is weer slecht voor je hart. En dat het verboden is om kinderen te gaan slaan. En we kunnen u daar gewoon voor arresteren. Arresteren? Wat een onzin. En van die stress, daar geloof ik ook helemaal niks van. Want mijn hart is nog zo goed als een... Oké, stroomschok. 3, 2, 1, clear! De ambulance komt er meteen aan. Nadat de vader was opgehaald, werd de vergadering afgesloten. Er zijn natuurlijk ook vele andere manieren om uw kinderen te straffen. Bovendien is het een belangrijke kinderrecht dat kinderen niet mishandeld mogen worden. De ouders waren door alles behoorlijk geschrokken. Oh, ik wist echt niet dat dit zo erg kon zijn. Oh, ja. We moeten echt een keer op keren beter op onze kinderen passen. Ja. Sorry schat, ik zal... Oh, ja. Kom jij er ook maar bij, het komt wel goed met je vader.